Met Cor, we doen het precies zoals de vorige keer. Alain heeft het schip geregeld, de container is via het spoor onderweg naar de haven. De ponden en de dollars haal je via de lucht. Ik reken op je. Fuck Alain. Little piece of advice, boy. Rick. My name is Rick, man. When you're on the job, never smoke in a non-smoking area. Always keep a low profile. You got that? You've got the cash? What about the containers? Relax, man. Everything is arranged. Alain, man. Asshole. Rick. Hey, kan ik je helpen? We komen een boot uitzoeken. Een bootje? Ja. Nou, dan gaan we even kijken. Zullen we het aan de kant gaan? Ja, dat is goed. Ik weet niet precies wat er is. 15 tot 7 meter. 4, 15 tot 8 meter. Dan heb ik hier nog iets langer, zelfs van 8,70 meter. Kijk, rust even lekker dus maar rond. Ik heb hier een hele mooie boot dat hier in de hoek staan. Wow, vet man! Check dit man! Ziek! Wow. Check die kleine! Zie je jezelf hier al in zitten? Omringd door allemaal chickies? Ja, ik zie mezelf hier best in zitten. Maar wel met mijn vrouw en twee dochters. Nee! Je hebt dochters. En dat zeg je me nu pas. Hoe oud? Far out of your league, Rick. Far out of your league. Nou, stuur ze maar naar Ricky. Dan worden ze blij van. Every chick digs Rick. Nou, wat vind je ervan? Ziet er goed uit. Kijk, het grote voordeel van een rinker is gewoon... Stop die bla 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 bla. Hoe hard kan die, ja? Dat is alles wat we willen weten. 150, 200. Oké, okay, zoals je de boot heeft uitgekozen met laten horen, zou ik uitkomen. Op dit bedrag. Oké, is goed. Heb ik nog een vraag nu. Ja. Accepteert u buitenlandse valuta? Ligt aan welke valuta? Ik heb Engelse pond, Amerikaanse dollars. Is dat oké? Daar kan ik wel eens mee. Ja.
Ja, gaat goed. Alles loopt. De boot heb ik. Mooi ding is het. Wat? Nee, die marifoon heb ik ook. Die heb ik van Joop gekregen. En ik zet hem er zo in. Nee, alles gaat goed. Ook met Alain is alles goed gegaan. Ja, Rick had nog wel een probleempje met de spoorwegpolitie. Maar volgens hem hadden ze niks in de gaten. Wacht even. Rick, wat was dat nou met die spoorwegpolitie? Ja, ze pakten me op voor roken. Dat geloof je toch niet? En het geld? Die 7.500 euro? Wat is daarmee gebeurd? Ik kan geloven, die popo's echt dom. Echt dom. Ik zei dat het van mijn oma was, toen gaven ze het meteen weer terug. Ja, het is me er eentje. Ja, altijd lachen met dat joch. Hij lijkt op mij toen ik jong was. Vind je ook niet? Ik zou het niet kunnen zeggen, Cor. Toen kende ik je nog niet. Hé, opa. Mooie boot, hè? Speedy! Jij zorgt ervoor dat hij zich een beetje rustig houdt. Nee, ik weet het. We kunnen ons nu niet de aandacht van de politie voorloven. We wachten dus nu op de container. Oké, is goed. Ciao. Come on, man. Beetje gassen. Je rijdt als mijn oma. Wat denk je? Waarom snel doen? Als je ook een oude drol kan zijn? Hé, hey, die dochters van je. Gaan die wel eens stappen? En hoe laat moeten ze dan thuis zijn van papi? 9 uur? 10 uur? 12 uur? Nee, zo laat. Nee, ik weet het al. Die gaan zeker nooit de deur uit, omdat Almere zo dooi is. Ze blijven liever bij hun papi thuis. Even een vraagje, hè. Kun je jou nou niet gewoon een keertje je mond dicht houden? Gewoon voor 10 minuutjes. Hoe zit nou zo nodig weer je scheur open trekken? Chill, man. Wat wil die popo nou helemaal doen, man? Waarom gaf je dat wijf trouwens onze lichtplaats door? Wat denk je zelf? Viel je op de? Ja, je deed zo aardig tegen de. Je moet echt nog heel veel leren, jongen. Echt heel veel. Hé, hey Simon. Dit weekend. Komen je dochters dan ook? Nou? Nee. Durf je ze wel alleen daar achter te laten in dat dooie Almere? Ja hoor. Dat durf ik wel. En helemaal omdat jij hier bent. En niet daar. Bij de eerste stijger, we zitten nu bij de vijfde stijger. Wat? Nee, dat gaat niet lukken. Wat wil je doen dan? Wil je dat dit weekend doen? Shit. Wat is er? Ze hebben de container opengebroken. Hey dopies, komen jullie nog? Hoe zit dat? Misschien was het gewoon een steekproef en hebben we gewoon pech gehad. Ja, misschien. Hadden ze nog mensen aangehouden? Wie zouden ze aan moeten houden? Die Chinezen? Die praten niet, want die weten niets. En mijn naam is Haas en wat zou dat zijn in het Chinees? Ching Chang Peking is. Denk je dat iemand ons verraden heeft? Zou kunnen. Wie dan? Alain! Ik vertrouw die vent voor geen meter. Arrogant bastard. Doe normaal, man. Ik werk al 10 jaar met die gast samen. Alain is ontzettend betrouwbaar. Wie dan? Vertel jij het me maar. Jij hebt de verantwoording over deze zaak. Die popo heeft gewoon mazzel. Die weet echt niks. Die popo is echt dom. Zelfs een ezel heeft wel eens mazzel. Toch? Zelfs een ezel stoot wel eens tegen een lekkere stoot aan in plaats van tegen een steen. Ja, toch?